mensen van mijn kanaal, welkom terug bij een nieuwe video van mij. Ik sta hier bij de ingang van mijn zoo, want het is namelijk Zoo Tycoon. Ik heb dit eerder opgenomen, maar een persoon zei in de comments, ik weet niet meer wie dat was, maar die zei zo van, hey Jannik, je gameplay geluid staat te hard en ik kon je stem niet horen. Dat was eigenlijk niet de bedoeling en ja, dat ga ik nu dus opnieuw proberen. Volgens mij kun je nu ook beter mijn stem horen, want ik heb de sound effects even wat lager gezet. En ik hoop dat jullie natuurlijk nog steeds die like-button inhouden, want ik heb de vorige Zoo Tycoon een beetje verneukt. Sorry. Maar desondanks, nieuwe dierentuin. En kijken of we wat moois van kunnen maken. Even kijken, hier een bankje vind ik wel mooi. En een prullenbak, ja. Is nog een kraampje of zo. Wat is dit? Oeh, snoepjes. Mijn klanten moeten snoepjes kunnen eten. Vind ik wel. Goed, laten we beginnen met een dierentuin. Even kijken. Wat voor beest. Ziet er wel geinig uit. Hoe heet die? Een bongo. Een bongo. We gaan bongo's krijgen. Nee. Zo. Zo. Bomen weg, want ze leven in deze biome. Wacht. Stop! Dat is echt vlak, vind ik niet mooi. Oké, even opnieuw dat hek doen. Kijken, maar waar leef je dan? In het tropisch regenwoud? Het mooie. Bomen, I guess. Pas wel, ja. En dan hier een parasolletje. Takken, water, naadjes. Bomen, oeh. Ah, het is een baby tree. Cute. En dit. Het is een speeltje, dus ik ga onderzoek op doen. Heb ik al water gedaan? Ja. Ze mogen van mij ook bamboe. Bamboe! Ze zeggen panda's, maar ze mogen bamboe. Ha. Twee mannetjes? Ah, dat is nieuw. Oké. Okay. Oh! Terug. Zo. Ik zal lager zodat de bezoekers de dieren kunnen zien. Dat is wel handig. Hey. Het is een kleine tip. Dat hoeft niet per se. Kijk, ik vraag me één ding af. Nope, mijn dierentuin was niet recht. Symmetrisch bedoel ik. De klanten mogen komen, wat mij betreft. Want ik heb al een dier. Dit is wel even zo. Heel interessant, voert hij gewoon helemaal niemand. Ik vind het trouwens wel een groot verblijf, maar ja. Boeja. Research for... Yay! Ik kan nu... dit doen. Yay. Nu zijn mijn dieren extra blij. En nu hebben ze een speeltuin. Of speelgoed. Iets. Ze hebben iets. Ik weet niet per se wat, maar iets. Kijk, ik moet wel goed opletten op mijn geld, want ik heb nu
85.000 en ik begon met 100.000. Besef dan, hè? Besef. Heb ik best wel veel monies uitgegeven. Meneer is een bezoeker. Wat gaat hij doen? Wilt u een bankje, meneer? U krijgt een bankje. En de donatiekist. Of donatiebox. Iets in die geest. I don't know. Ik denk dat ik al weet wat voor dieren. Ik ga het niet gaan doen. Zijn maar kapkutte dieren. Ze zijn al lang uitgestorven. Ze leven in de woestijn. Hele lieve dieren. Eigenlijk niet. Het is een Velociraptor. Yeah. Het is een dinosaur. Ah. Kijk hier. Nope. Terug. Hier een huisje. Hier een boompje. Ze mogen ook water, anders gaan ze verdoest. Oh. Spoelknop. Ja, dit vind ik wel mooi. Zo, hebben ze nog wat speeltjes. Oh, een bal. Ja, dat is nog mijn bal. Vind ik goed. Nee, ik wil meer bomen. Ik wil niet alleen deze. Ze zijn lelijk. Ja, als zij die fijn vinden, dan doe ik dat voor ze. You cannot place velociraptor in water. Oh, oké. Deze dinosaurus kunnen niet zwemmen. Blijkbaar. Tenminste, dat is echt een dierentuingids. Of wat het ook mag zijn. Hey, wat denk jij? Jij denkt bongo, oké. Hij denkt bongo. Hij denkt aan mijn dieren, dat is fijn. I guess. Of denkt hij misschien dat. Misschien vindt hij ze dan heel lief. Dat kan natuurlijk ook. Maar mijn dieren zijn natuurlijk hartstikke lief. Dus ja. Ja. Ik ga deze berg uithalen. Ik ga hier ook een dier zetten. Ik weet nog niet welke. Misschien is dat eerst even slim om te doen. Pauw is wel gaaf. Ja, kom, we gaan pauw doen. Wat is sexy? Even kijken, wat voor hek vind jij leuk? Wat de hek? Ha, woordschappen. Deze vind ik wel mooi. Doe eens zo. Dit vinden mijn bezoekers vast geweldig. Kun je heel veel pauwen in, want kijk hoe klein die pauwen zijn. Ja. Ik zoek het zo voor. Zullen we zien hoe het ze hebben geen huisje, wat zielig. Oh, ze hebben geen huis. Vind ik echt zielig. Ja. Bijna huis. Ik heb niet stenen, wat de heck. Oeh, ze hebben ook dit ding. Dat is leuk. Ze mogen van mij gras. Ze krijgen bananen. En water natuurlijk, want ze mogen niet verdorsten. Of ik moet een hele grote dier om zo'n laten zijn, maar dat ben ik niet. Of je vrouwtjes, één mannetje, echt waar? You what, mate? Als ik aan het einde van deze video 12 power krijg, dan weet ik wat voor seksistische power ik heb. Ik wil een hashtag seksistische power in de comments, alsjeblieft. Dank u wel. Zullen we gewoon seksistische power noemen? Nee. Maar je kan de dieren en de dieren ook naam geven, maar daar ben ik niet zo van. Of ook wel, ik ben gewoon hartstikke lui. Ja, dat is ook een optie. Gewoon keihard lui zijn.
Wat is dit? Oh, zo'n speelgoedje. Ja. Ik weet wat ze daarmee bedoelen. Oeh. Deze past hier heel mooi bij. Een toilet. En een fotokraan. Jee. Kunnen ze hier bij de pauw ook even eten. Zo, hartstikke mooi. Boompje ertussen. Blof. Hoppakee. Hartstikke mooi. Hartstikke boef. Ik kan ze ook personeel aannemen die ook hier het afval weg kan halen. Haal het afval weg, nu. Jullie zijn van het nu mijn slaven. Ik ga even kijken hoe lang mijn video al bezig is. Hij is al... Oh. 10 minuten bezig. Nou, ik ga hem zo afsluiten, denk ik. Ja. Even deze dodo doen en dan ben ik klaar hiermee. Ik ga natuurlijk wel een keer verder, maar dat komt in de volgende video. Dat is logisch. Jij vindt dit leuk. Jij vindt de parasol leuk. Je hebt geen stenen. Je hebt kleine boompjes. Wat grotere boompjes. Oeh, wat is dit? Een dodo rok. Wacht man. Mijn dino's hebben nog een speelgoedje. Oei, daar komt die jongens. Ah. Episch. Ik ben een beetje teleurgesteld in mezelf. Snik. Maar dat mogen persjes. Ik hoop dat ze niet giftig zijn voor ze. Zo onrealistisch dat je in dit spel uitgestorven dieren kan zetten. Nou ja. Dat wordt maar geen ene vlekken. Als ze maar mijn geld opleveren. En een female dodo. Die. Zo. Hij moet daar werken. Hekje. Zodat mensen naartoe kunnen lopen. Bankje. Oh. Lof. De nazi-box. Lof. Flikker op WhatsApp. Ik heb mijn hele video vernukt. Oeh. Ik kan een kangaroo doen. Kangaroo speelgoed. Ja. Yeah. Kijk. Dit was de aflevering. En ik hoop dat je het leuk vond. Zo ja. Mag je een duimpje geven als je dat wil? En ja, dan zie ik je in de volgende video. Ciao!